Minister Gilmour Hoofdraad van Financiën is gisteren door een DNA-commissie onder leiding van parlementariër Ousman Wansabesari gehoord. De commissie bestond verder uit de parlementariërs Ronnie Brunswijk, Patrick Kensenhuis, Aziz Kumar Gayadin, Daniela Sumter, Patricia Etnel en Roselli Cotino. In een bijkans 4 uur durende hoorzitting is de minister ingegaan op elk van de 11 punten waarvan hij wordt verdacht. De hoorzitting is naar aanleiding van de vordering van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van de bewindsman, zoals ingediend bij het parlement door de procureur-generaal op 23 april. Nu de minister is gehoord door de commissie, zal er verslag worden uitgebracht aan het parlement, meldt de Nationale Assemblée op haar website.